Welkom bij de video van deze puzzel van Jan van Haasteren. En dat is de puzzel Some Like It Hot van 1000 stukjes. En je denkt van ja, wat is hier bijzonder aan? Er is best een en ander over te vertellen. En zoals je ziet is het een verticale puzzel. En betekent dat hij al wat ouder is. Want tegenwoordig worden geen verticale puzzels meer gemaakt. Alleen maar horizontaal, want dat vinden mensen fijne puzzelen. Bij een verticale puzzel moet je heel ver over de puzzel heen hangen. Is minder te zien. Tekenaar is Jan van Haasteren zelf en dit is een puzzel uit 2015. Maar Some Like It Hot is al in meerdere jaren uitgegeven. Deze is trouwens een uitgave van Bart Smit. En dat kun je wel zien aan het nummer. En even kijken, het nummer wat hierop staat is nog in de verpakking. Dus een hele mooie 81432. En alle puzzels die beginnen met een 8... Die zijn niet door Jumbo uitgegeven, die zijn door een andere partij uitgegeven. Het is wel een puzzel van merk Jumbo, maar deze is dus uitgegeven door Bart Smit. En deze is ook in 1986 al uitgegeven, dat is echt al een oudje dus, met nummer 1651. Tevens is hij nog in een Scandinavische uitgave uitgegeven in 2015 met 81453A. Daar had hij dus ook met een 8 begint dat nummer. Dat geldt dus ook voor de Scandinavische uitgave, die is bestemd voor Scandinavische landen. En 08126 door Holtsen Funny World. Dat is een Australische puzzelfabrikant. En als laatste is hij ook nog uitgegeven door Intertoys in een 3-in-1 combidoos met nummer 80110. Nou, dus deze puzzel in meerdere dozen, meerdere nummers verschenen. En ja, hij is wel ontzettend leuk. Ik ben erg enthousiast om deze te gaan maken. Ja, je ziet hier echt wat leuke afbeeldingen. En ja, hier zit wel heel veel bloot in de puzzel. En nou, ik ben heel benieuwd als ik deze ga maken. Maar dit is dus de Some Like It Hot. En verticaal. En op de achterkant zie je ook nog wat dingetjes staan. En de puzzel app die is niet meer. Die was er ooit wel, maar die werkt gewoon niet meer. En ja, het staat hier nog wel op en heel veel mensen zoeken daarop. Maar je kunt het scannen. Maar de Jan van Haasteren puzzel app is er niet meer, helaas. En nou, er staan nog wat andere dingetjes van Jumbo op. En hier een stukje, een verhaaltje over Jan van Haasteren zelf. Maar nou, dit is hem. Dus ik ben heel benieuwd. De Jan van Haasteren puzzel Some Like It Hot.